klopt. Oh. Volgens mij ben ik te verstaan. Ik hoor mezelf heel duidelijk in elk geval. Ik doe onderzoek naar het depressieve brein. En depressie is een periode van minimaal 2 weken... waar iemand zich heel erg somber voelt en daar ook heel moeilijk is uit te brengen. Ze kunnen niet meer genieten van de kleine dingen die iemand anders opvrolijkt. En 1 op de 5 mensen maakt dat eenmaal in zijn leven ooit mee. En het is een zware last voor iemand. Dus het is heel belangrijk dat we er een beetje achter komen. Wat gebeurt er in het brein en kunnen we daar ook wat aan doen? En het is ook een van de belangrijke doodsoorzaken in de westerse wereld. Het brein. Zoals een van mijn voorgangers zei, dat het brein is een heel complex iets. En het zijn dan heel veel netwerken die met elkaar samenwerken. Maar toch heeft het brein ook zijn eigen, elk gebiedje zijn eigen specialistische functie. Zo zijn er gebieden achter in het brein die heel erg betrokken zijn bij het zien. Delen die betrokken zijn bij het horen en het luisteren. En delen die onze bewegingen aansturen. Dieper in ons, liggend in ons brein zijn er gebieden zoals de amygdala, die ook al is benoemd, die ons helpen bij het herkennen van emoties op andermans gezichten, maar die ook onze eigen emoties genereren. En het voorste deel, dat helpt ons controle te geven over ons gedrag en over onze emoties. We kunnen met een MRI-scanner meten welke gebieden in de hersenen nou betrokken zijn bij bepaalde functies. Bijvoorbeeld door mensen plaatjes aan te bieden van gezichtsuitdrukkingen van emoties bij anderen, kunnen we meten wat dat in ons brein doet. Het blijkt, ik hoop dat de pointer werkt, ja, dat de dieperliggende gedeelten van de hersenen, de amygdala zijn dit, inderdaad actief zijn als je dit soort plaatjes ziet van andermans gezichtsuitdrukkingen. Maar ook onze frontale, controlerende hersengebieden zijn dan actief. En we weten al vanuit de literatuur en eerdere onderzoeken dat in mensen met depressie de amygdala en de andere dieperliggende hersengebieden heel erg actief zijn gedurende een depressieve episode, wat hun de sombere stemming geeft. En de controlerende gebieden zijn veel minder actief, waardoor ze ook niet meer zelf het gedrag kunnen controleren en zelf uit die depressieve episode kunnen komen. Maar er zijn verschillen tussen mensen met depressies. De een is na 2 weken weer helemaal beter en de ander kan wel 2 jaar lang die klachten vertonen en ziek zijn. Daarom ben ik mensen gaan scannen gedurende een depressieve episode. En heb ik ze na 2 jaar weer opgezocht en ben ik nagegaan van hoe het op dat moment met ze gaat. En nu blijkt het uit mijn studie dat mensen die beter zijn, of vrij snel beter zijn geworden, al andere hersenactiviteit vertonen dan mensen die nog steeds ziek zijn na 2 jaar. Het blijkt dat in een deel van de voorste delen van de hersenen, dus het controlerende deel, meer activiteit is in de mensen die sneller beter zijn geworden. En deze is al gedurende een depressieve episode. Dus wat hebben we nou in dit onderzoek? Nou, mogelijk kunnen we dit gaan gebruiken voor de behandeling van patiënten door ze eerst in de scanner te leggen en dan te kijken hoe zien hun hersenen eruit, dus op welke behandeling zullen zij het beste reageren of hebben ze überhaupt medicatie nodig, want sommigen klaren kennelijk vanzelf al op. Maar dit is nog ver toekomst en we moeten nog veel meer onderzoek doen om hier te komen. Dat was het.